Vanavond wordt er vergaderd of de burgemeester van Zaanstad wel of niet mag aanblijven. Maar eerst is de politie in Poelenburg aan zet. Eindelijk mag het. Vanavond is het een raadsvergadering. Vind jij dat de burgemeester moet blijven? Gezien de hele commotie over deze wijk is het wel logisch dat ze moet aftreden. Hoop jij dat ze blijft of dat ze weggaat? Maar ik weet niet wie dat is. Ik denk dat die man niks met te maken heeft. Wat die man? Wat ga je eraan doen? Ja. Burgemeester is ook een man, net als ons. Het is een vrouw. Oh, het is een vrouw. Shit, man. Wat heeft ze fout gedaan? Ja, veel te laat gereageerd. Merk je iets van dat hier nu een samenscholingsverbod heerst? Ja. Wat merk je dan? Veel politie is. Wat vind je daarvan? Niet goed. Onzin allemaal. Onzin? Onzin. Maar is hier nu heel veel politie. Wat vind je daarvan? Het politiegedeelte vind ik een beetje te veel. En daar begint het alweer. Meneer, waarom gooit u met eieren? Waarom gooit u met eieren? Omdat je nou schreeuwt. Die man op het balkon die gooit met glas naar ons. Ja? Maar ik ga niet met de camera's erbij ga ik dat doen. We waren hier gewoon aan het werken. We kregen een ei naar ons toe en dan een glas. Meneer, is hier nu een samenscholingsverbod? En toch staan jullie weer met z'n allen. Kijk, jullie trekken ons aan. Jullie trekken ons hier naartoe. Jullie leiden ons hier naartoe. Je weet niet, man. Oh, dat gaat helemaal los. Iedereen wordt nu weggestuurd, knuppels, honden en de hele voormarkt is afgesloten. De politie die veegt nou echt alles schoon.